Ondanks zijn hele korte vliegcarrière van amper 1 jaar, was de dubbele kaasboer eigenlijk ons beste asduif ooit. De dubbele kaasboer stamt eigenlijk af van de nieuwe kaasboer van het Pipa Elite Center, die eigenlijk zelf een directe zoon is van de kaasboer van Gaston van de Wouwer. In 2014 nam ik contact op met Pipa Elite Center, met name met Nicolaas, om 4 kinderen te bestellen van de nieuwe kaasboer. Nu, 2 van die 4 kinderen komen terug in de pedigree van de dubbel kaasboer. Zowel langs vaderszijde of langs moederszijde komt 1 van beide zonen terug. Als jonge duif werd de dubbele kaasboer enkel opgereed, heeft nog dus geen enkele nationale vlucht. In 2019, als jaring, vloog hij al meteen op zijn eerste nationale vlucht een topreis uit Bourges. Enkele weken later, op zijn eerste nationale vlucht, vond Limoges, vloog hij al meteen de 6e nationaal. 14 dagen later, op Libourne, hadden we een fantastische uitslag. Onder andere de 3e, de 4e en de 9e nationaal. Met onder andere onze dubbele kaasboer won de 3e prijs. En onze Ees Verschot die won de 9e prijs nationaal. Aangezien we kans hebben op 2 nationale asduiven Fonds Jaarlingen, hebben we beslist om deze nogmaals mee te geven op de nationale vlucht uit Tulle. Beide duiven verrassen ons opnieuw met de 18e en de 68e nationaal. Dit resulteerde in de 1e en de 5e asduif van België op 3 nationale vluchten jaarlijks. Trouwens, de moeder van de dubbel kaasboer, Lady Aachen, is zelf winnares van Aachen Nationaal in 2017. Haar eerste jong ooit gekweekt om te spelen was in 2018 en dat was de dubbel kaasboer. Naast de kaasboerlijn zijn wij enorm goed gelukt met duiven van Rudy de Saar, Norbert, Ali en Stefan en Joël Verschoot. Twee kleinkinderen van de Kees, zelf winnaar Brieven Nationaal in 2013, maakten bij ons furore. Enerzijds de reeds eerder vernoemde Ees Verschoot en anderzijds hebben we ook nog Lady Narbon, zelf winnares Nationaal Narbon in 2019. Na het fantastische vliegseizoen 2019 van de dubbele kaasboer hadden wij natuurlijk de kans om deze superduif te verkopen. Wij deden dit niet en kregen ook het aanbod van het Pipa Elite Center om aan samenkweek te gaan doen. Daar kweekte hij gedurende 1,5 jaar samen met de beste devinnen van het PEC. Dit resulteerde in een mooie groep jongen die ondertussen op onze hokken vertoeven.